Vandaag ga ik langs bij een van mijn favoriete plekken om rond te dwalen. Het tuincentrum. Maar niet zomaar één. Ik ga langs bij de onderneming van Erik. Het bedrijf van Erik is een combinatie tussen een hoveniersbedrijf en een tuincentrum. En de afgelopen jaren is daar ook nog eens een houtzagerij bijgekomen. Het bedrijf bestaat inmiddels al 30 jaar, maar Erik die heeft nog grootse plannen en ideeën hier, dus die is nog lang niet klaar. En volgens mij zie ik hem daar al staan. Kijk eens aan, er is Hallo. Al iemand druk aan het sproeien hier. Ja. Nou, kan ik jou helpen? Ja, dat kan. Wou jij de slang overnemen om te sproeien? Nou, want? Ja, ik... Planten hebben nog wat dorst vandaag. Ja, hebben die door? Je staat hier gewoon in je eigen tuincentrum. Ja. Besef je dat nog wel eens, dat dit gewoon helemaal van jou is? Ja, dat zeker wel. Ja? Ja, elke avond dat ik sta te sproeien. Dan denk je, ik moet het wel mooi zelf doen allemaal. Ja, je moet gewoon water geven. Dat is nu op dit moment het belangrijkste. Heb je dan wel eens dat je denkt, waar ben ik eigenlijk ooit aan begonnen? Nou, in planten niet. Nee? Ja, dit doe ik het liefst. Alleen, ja, je hebt natuurlijk heel veel, toch de papier rondslomp eromheen. Maar voor de rest, nee, het vak zelf is, dat brengt alleen maar energie. Nou, dat is goed om te horen. Ik heb wel het gevoel dat deze planten dadelijk zwemmen. Ja, maar dat geeft niet. Nee. Dat gaat vanzelf eruit. Ik denk, we stoppen ermee, we gaan even lekker ergens zitten, maar dan ben je niet kan. Eens. Ja? Nee, dat kan. Maar kijk, dan draaien we de kraan dicht. Oh, gelukkig. Makkelijk, ja, ik wilde de cameraman ook niet, ja, nee, dat snap niet ik. Nat maken. Oké, nou, let's go then. Jij bent al sinds 1991 aan het ondernemen. Weet je nog een beetje hoe het avontuur voor je begon? Neem ons even mee. Het begon eigenlijk al op de lagere school, dat je eerst niet weet wat je wilt gaan worden. Ja. Vervolgens op een gegeven moment ga je maar ergens een paar jaar brugglas doen. En op een gegeven moment kom je er toch achter, doordat je daar niet op de plek bent, dat je een andere school gaat kiezen. En toen kozen we eigenlijk voor een groene opleiding. Okay. En toen wist ik eigenlijk dat ik hovenier wou worden. Ik ben hier geboren en getogen. Ja. En dan begin je hier omdat je bij je ouders in woont. En dan is het begin gewoon heel makkelijk. Ja, en gelijk een hoveniersbedrijf en een tuincentrum op je 19e. Ja. Dat is natuurlijk heel wat om überhaupt daarmee te beginnen. Ja. Inmiddels heb je een zagerij erbij. Ja. Wat is de keuze daarvoor geweest? Omdat we eigenlijk heel veel producten uit het hovenierswerk als afvalproduct vaak meekregen. Door bomenzagen enzovoort. Die we eigenlijk wel konden verwerken, maar daar op dat moment nog geen mogelijkheid voor hadden. En jullie gaan nog meer groeien qua bedrijf. Klopt. En daar is Brickwise in het verhaal gekomen. Ja, toen wij zochten een financier die eigenlijk bij ons paste. Ja. En dat ga je in eerste instantie zoeken in banken. Dat is de normale weg volgens mij. Maar daar konden we het eigenlijk niet vinden. En dan ga je verder zoeken en dan kom je bij hele andere partijen, waaronder andere Brickwise. En die waren eigenlijk heel duidelijk van wat zij voor ons konden betekenen en wat wij zochten. Ja. En toen was alles ineens rond. En dan was het al klaar. En wat is dan de uitbreiding die er gaat komen? Er komt straks een nieuwe hal te staan die veel meer producten waar we nu eigenlijk, die we nu niet kunnen verkopen, waaronder binnenproducten en straks in een grote hal wel. En dan kom je er toch eigenlijk iets meer uit te zien als een echt tuincentrum zonder alle poespas. Ja, nou ik vind het nu al heel leuk te uitzien en ik ben ook super benieuwd naar de zagerij, want die heb ik nog niet gezien. Nee. Dus ik stel voor dat we daar even heen gaan. Ja, is goed. Dit is eigenlijk de zaag, dus in principe op de knop drukken, gewoon op drukken en dan druk je straks die knop in en dan kun je met, en als je die loslaat gaat alles stilstaan. Oké, top. Behalve de motor. Deze? Ja, indrukken. Op, deze nu? Ja, druk maar in. En dan doe je de joystick eruit. Kijk dan. Dat is hem. Nou, wat goed. Ik ga hier nog even lekker ronddwalen. Vond je deze video nou leuk? Like hem dan even. En vergeet natuurlijk niet ons kanaal te volgen. Dan zie je mij de volgende keer weer bij een andere inspirerende ondernemer. Neem deze gelijk mee. Brickwise.
helpt ondernemers en investeerders elkaar te versterken.